Vanmorgen is onze gast, we hebben het al even gezien, uh, Levi Rissamassou. Zometeen is de hele wereld in de ban van het voetbal. Vanuit Brazilië komen de teams bij elkaar en gaan spelen om wereldkampioen te worden. We hebben net al een voorspelling gehoord, maar het is altijd maar afwachten natuurlijk. Eén ding is zeker. Heel veel jongeren in Nederland, jongens, willen graag profvoetballer worden. En er staan er duizenden te dringen om via de jeugdelftallen in Nederland ergens een plekje te veroveren bij het professionele voetballen. En als je dan eenmaal bij Feyenoord of bij NAC of bij Excelsior speelt, dan ben je de man natuurlijk. Levi Ritsamassou was negen jaar lang profvoetballer. Zoon van een dominee. Hij werd een rebellerende zoon geloof ik. Ja, toch? Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Juist, juist. Maar laten we eerst even bij dat profvoetbal beginnen. Want hoe bereikte je een plaats bij Feyenoord? Wat moet je dan allemaal doen? Ja, ik speelde gewoon bij de lokale voetbalvereniging, op dat moment in Nieuwekerk. En uh, ja, als je het goed doet, dan heb je van Feyenoord heb je alle mensen, scouts, die de velden afstruinen... om, uh, om te kijken of er leuke voetballers zijn. En uh, zo kwamen ze bij mij uh, aan de deur, bij mijn vader, en... Uh, Vroeg ze of ik bij Feyenoord mocht uh, je komen Je vader was voetbal. dominee en wat zei uh, de dominee? Die zei eigenlijk, het kwam hierop neer, uh, van als jullie hem komen halen en brengen, dan, uh, dan mag het. Okay. Want ik won, ja, we wonen toch redelijk nog een afstandje, 25, 30 minuten ja. van, van Feyenoord vandaan. En uh, ja, hij zei, ik heb vier kinderen en het gaat me niet lukken om hem uh, elke dag te brengen. Dus toen uh, zei, ze, nou we komen hem halen en brengen. Uh, de nieuw was rond. En met de zegen van je vader ging je voetballen? Ja, zeker weten. Zeker <laughs> wat was jouw talent? Ja, ik was een, uh, een, een middenvelder, verdediger en ik was een beetje een technische voetballer met wat inzicht eigenlijk. Uh, dus een beetje de slimme voetballer, ja. Ja? Dat was het een beetje. Wat is een slimme voetballer? Ja, degene die de, de, de steekpaarsjes geeft, het spel verdeelt. Dus ik was geen, niet echt een doelpuntenmaker. Ik doe geen doelpuntenmachine. En, uh, maar je hebt er wel ooit drie gemaakt. Ja, nou ja, over negen jaar dan, uh, dan is dat... Hé hey <laughs> Ja, <laughs> te gek. <laughs> We gaan even naar de wereldkampioenschappen die hier aankomen. Uh, Nederland kleurt al een beetje oranje. De hoop is natuurlijk groot. En uh, ja, die, die, die voetbalkampioenschappen, dat is natuurlijk een ongelofelijke gebeurtenis. Uh, heel de wereld staat bijna op zijn kop. Uh, heb je daar nog steeds wat mee? Begrijp je dat de mensen zo idolaat zijn van voetbal? Het is natuurlijk iets waarin mensen zich gewoon kunnen verliezen. En, uh, en uh, vroeger zelf, als je in een stadion zat en je kijkt dan. dan... Dan ging je daar zo in op en dan ga je daar zo in mee. Dus voor, voor mensen is dat natuurlijk een, uh, even de realiteit verliezen en helemaal opgaan in 90 minuten voetbal. En uh, dat brengt mensen blijdschap. word je een beetje bekend, dan word je nog bekender, dan word je profvoetballer. Ja. En uh, dan uh, staat God aan je zijde of uh, denk je van nou, even niet. Nou ja, dat, de, de realiteit is dat, uh, zoals ik zei, ik groeide op met geloof. En uh, mijn droom was om uh, voetballer te worden en, en ook uh, iets met het Evangelie te doen. Maar uiteindelijk werd uh, voetbal uh, het belangrijkste. En op een gegeven moment uh, ja, werd kerk steeds minder. Totdat ik ook echt niet meer naar de kerk wilde gaan. Waarom niet? Het zat me eigenlijk in de weg. Ik was nu zelf koning over mijn leven. En God, uh, van, God, van God had ik op een gegeven moment de gedachte dat hij vroeg zoveel van mij. En ja, alles wat ik wil kan ik nu zelf. En nou ja, op een gegeven moment uh, dan. Uh, ja, dat je ego natuurlijk ook wel. En nou ja, op een gegeven moment vind je jezelf ook wel belangrijk. Dus dan uh, ja, ben je koning over mijn leven. Dus wie moet er dan koning nog over zijn? Dat is toch veel, veel, veel beter. Ja. Zo, zo dacht ik toen. Tot verdriet van je ouders? Zeker weten. Zeker weten, ja. Ik heb mijn ouders heel veel verdriet gedaan in die, uh, in die jaren waarin ik uh, ja, niet alleen uh, niet meer koos om naar de kerk te gaan, maar dus ook een, een totale andere levensstijl voor koos waarvan ik eigenlijk toen ik klein was zei, nou dat zal ik nooit doen. De realiteit is dat... Het, toen ik zo leefde, knaagde het ja, niet aan mij. Uh, ik, ik werd natuurlijk wel constant geconfronteerd met geloof thuis. En in alles kwam geloof terug bij ons in het gezin. Alleen, uh, ja... Als je in de krant staat en als je, als je op tv komt... en als je aan het eind van de maand uh, meer geld op je bankrekening hebt... dan je vader en moeder bij elkaar verdienen... Dan, dan, dan is het zoiets van, ja, dat heb ik toch allemaal zelf verdiend? Dat ja, ja. heb ik toch allemaal zelf gedaan? Dat denk je? Ja. Waar dus, kwam de verandering? Je groeit op met normen en waarden die je thuis hebt meegekregen en uh, op een gegeven moment uh, merkte ik dat ik uh, eigenlijk steeds verder van hetgene wat ik als klein jongetje droomde te worden en te zijn dat ik daar steeds verder vanaf kwam. Hè, dus zoals ik zegt niet meer naar de kerk, maar ook gewoon hoe je met, met vrouwen omgaat of hoe je met geld omgaat, hoe mijn relatie met mijn ouders is. In uh, al dat soort dingen merkte ik dat ik dat ik totaal niet meer was wie ik eigenlijk behoorde te zijn en dat ik bijna een masker op had. En, uh, ja, eigenlijk na een, na een ruzie. Uh, ik had, ik had een ruzie met mijn moeder gekregen. En uh, toen kwam ik vijf weken niet thuis. Moet je voorstellen dat uh, ja, je moeder leest over jou. Ze ziet over jou uh, op tv of, of, of op het internet. Van hoe het gaat. Maar ik kwam niet meer thuis vanwege de ruzie. En uh, ja, toen kwam er aan het eind van die vijf weken. Kwam er eigenlijk een moment in de auto dat ik dacht van. Wat doe ik nou? Waar ben ik nou mee bezig? En uh, had ik nog één, één CD. Een christelijke CD in de auto. En die zette ik op. En daar stond eigenlijk: waarom ren je nou voor me weg als je weet dat het is één stap om weer terug te komen? Dat nummer sprak zo alsof God zelf op dat moment tot mij sprak. Wat ik ook geloof. En uh, nou, op dat moment uh, brak ik eigenlijk in tranen uit in mijn mooie grote auto en reed naar huis. Mijn zus was alleen thuis en, en, en besloot om een brief te schrijven aan mijn ouders. En te zeggen: ik wil niet meer tegenover jullie staan, maar naast jullie staan. En, uh, ja, dat was heel bijzonder. En bijzonder omdat in die week in de gemeente van mijn ouders, wat ik natuurlijk niet wist, een week van binnen en vast was voor de kinderen die niet meer naar de kerk kwamen. Zo. En dit was het einde van de week, kregen ze zo'n brief binnen. Dat is ja, dan zie je hoe God werkt. En, en de kracht van binnen de ouders is voor mij heel erg duidelijk. Ja. En heel erg sterk, ja. ja. Want hoe is je leven nu? De profvoetballerij is achter de rug. Ja, ja, ik heb dus uh, nog, nog, nog wat jaren als profvoetballer uh, en gelovige mogen, uh, mogen zijn. En uh, nu ik gestopt ben, uh, ja, is een van mijn grootste passies is, uh, is om het Evangelie te delen. En uh, ik mag nu bijna wekelijks uh, uitgaan om het Evangelie te delen, mijn getuigenis, maar daarbuiten ook, uh, ook gewoon het woord te openen. En, uh, en, en ja, ik heb een hart om jongeren te inspireren om, uh, om hun dromen na te volgen samen met God, hand in hand. En uh, dat is echt mijn verlangen op dit moment. Mooi man. Want uh, jij staat ook uh, in de Sportbijbel. En daar uh, staat: de titel is Gaan voor Goud. Ja. Uh, wat is je favoriete tekst? Mijn favoriete tekst? Nou, ik, ik, ik heb niet zozeer een tekst, maar wel een, een bijbelverhaal. In het Oude Testament ja? is wanneer uh, Koning Saul, of hij was toen nog gewoon Saul, de zoon van. En, en, en zocht naar zijn ezels. En toen kwam hij uh, kwam bij Samuel terecht. En dat vind ik zo mooi dat uh, op dat op moment komt hij om te vragen aan de man gods. Van, uh, ja, weet jij misschien waar mijn ezels zijn? En, en, en samen zeggen, nee, ik heb wat anders, God ziet wat anders in jou. En dat, dat raakt mij zo om, om, om nu jongeren te bemoedigen... wanneer ze komen met vragen of met, met problemen, ze iets kwijt zijn of wat dan ook... en dat ze dan bij je komen en dat je dan uh, de roeping van God over hun leven mag uitspreken. En dat vind ik een fantastische bijbelgedeelte. Wat, wat is de vraag waar jongeren, die jongeren jou het meest stellen? Nou ja, hè, zoals, zoals u ook al mee begon, dat iedereen wil profvoetballer worden. Maar wat als je het niet hoort? En, 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 en ja, hoe, hoe moet ik dan? En ik had een droom of ik had een verlangen, ja. Dus, dus hoe gaan we daarmee om met tegenslagen? En vooral, dat lees je ook al in, in, in mijn getuigenis hier in de Bijbel: is dat uh, het zijn glorieverhalen over profvoetballers. Uh, dat had het voor mij ook moeten worden. Maar ik ben te vroeg gestopt. Ik ben nu, nog pas, nu pas 31, koor nog te voetballen. En hoe ga je daarmee om? En. Uh, dat is iets waarin, waarin ik ze een voorbeeld wil zijn en tegelijkertijd wil bemoedigen. Dat, dat, uh, Gods plan gaat altijd door. En uh, ja, dat is, dat is mijn verlangen gewoon: um, um, om mensen te zien doorleven, doorstappen in hun, uh, in hun geloofsleven. Prachtig man. Speel je nog uh, zo'n partijtje voetbal af en toe? Voor de gezelligheid? Ja, voor de gezelligheid. Dan, ja. dat, dan nog wel. Dan uh, spelen we eens in dezelfde tijd werd ik of door de Stichting Geloof gebeld voor een benefietwedstrijd. Of door wat oude teamgenoten van Kom wat voetballen. Maar ja, dan moet ik wel eens weer twee weken herstellen. Ja. <laughs> ja. Dus uh... ja. Hey, je kent de Oud of Power? Wat vind je van onze uitzendingen? Ja, fantastisch. Ik vind het geweldig om te zien dat in, in een tijd van nu nog steeds het evangelie gewoon uh, ja, de binnenkamer binnenkomt. Ja. En uh, dat is fantastisch om te zien. Zondagmorgen Oud of Power, zondagmiddag de, uh, voetbal. <laughs> Juist. Ja, dat is toch de beste combinatie? <laughs> Ongelooflijk leuk, leven om je hier te gast te hebben gehad. Eh, Ten slotte, want dat is een van mijn vaste vragen, wat is je droom? Ik heb echt wel een verlangen om, uh, om te gaan schrijven. Ja. En, uh, dat is iets wat men al vaak tegen mij zegt, maar dat durf je niet. En ik geloof, maar ja, echte dromen moeten ook een beetje eng zijn. Ja. En, uh, want anders uh, word je niet uitgedaagd. Okay. En uh, ja, dat is dus een verlangen van mij. Super. Ja. Nou, ik geef je graag een, uh, een aardigheidje. Hij is bijna net zo oud als jij. Ik denk ik geloof, een jaar ouder. Bobby Schoele, de jonge dominee en ja. de kerk. En het boek is getiteld Koninkrijk van God Is Nu. Fantastisch, dankjewel. Ik heb nog een boek van me, want dit uh, stellen wij voor als ons vaderdagessench. Zijn opa was de oprichter van de Crystal Cathedral uh, en van Hour of Power. En uh, dit is een mooi vaderdaggeschenk. Uh, ik geef het ook aan jou, de reis van mijn leven. Hey, dit is een dik boek over alles wat uh, Dominé Schoele heeft beleefd. En uh, ik zie je net, alle grote dingen beginnen klein. Oh. Dus als je nou met een klein boekje begint, dan wordt Juist. het waarschijnlijk een heel groot boek. <laughs> hey, Alsjeblieft. Dank je wel. Okay. Dank Levi, Dank u wel. je bent mijn uh, held op het veld. <laughs> Dank u.